Vista. Vista komt, Vista International komt overal. En ook op het Concours du Pic Internationaal, CAIO zeggen we in Rotterdam, in het Kralingse Bos. En hier is een meneer, als dat Yassin Rahmouni is, die is min of meer aan het inrijden voor de gemiddelde netwerkende Vista-leek. Lijkt het alsof hij leuke rondjes draait en voor de rest niets. Maar niets is minder waar, terwijl die dames hier allemaal lekker gaan zitten babbelen. Zit hier een expert die af en toe rondloopt en zegt van dames, het is leuk dat jullie netwerken, maar je moet ook wel weten waar je naar kijkt. Nou, hoor eens even. Het is duidelijk dat hij het goed heeft gedaan. Wat heeft hij goed gedaan? Deze ruiter krijgt inderdaad een groot applaus, want hij heeft een hele nette dressuurproef afgelegd. Ja. Dit is dressuur op het hoogste niveau, nationaal. We hebben een internationaal evenement nu, maar we hebben vandaag nationale dressuurruiters en amazones die aanwezig zijn en die een wedstrijd meerijden. Het zijn jonge talenten die vandaag aan de wedstrijd meedoen. Grote talenten, hoog niveau, het hoogste niveau wat er is. Ja. En ze rijden allemaal vandaag een proef en dat doen ze heel netjes. Ja. Nou, gaan we eerst even, want nou weten we nog niet hoe je heet. Oh, ik ben Emily en ik ben vrijwilliger hier op dit evenement. Ik kom uit Amsterdam. Ik ben vrijwilliger op dit evenement en ik rij zelf ook paard. Ja. Dus ik vind het hartstikke leuk altijd om hier aanwezig te zijn en om over paarden te praten. Dat vind ik heel erg leuk. Juist. Nou is het CAIO, zoals ik het ken, van oudsher een haven-ding. Of liever gezegd, vroeger werd de persvoorlichting ook door Jan-Willem Keurner gedaan van de EMO. Een meneer Chauffeur die hier nog steeds rondloopt, was ook een ouderwetse havenbaron. En dan ligt de vraag voor de hand. Heb jij ook iets met de haven? Nou, dat is wel heel geestig dat jij dat zegt, want mijn opa en zijn oom hebben dus Van Ommeren scheepvaartkantoor opgericht. Nou. Ik ben Van Ommeren, zeg maar, mijn familie is Van Ommeren. Kijk. Dus ik heb zeker wel wat met Rotterdam en de scheepvaart. Nou, oké. Dat bevestigt nog maar weer eens een keer, hè. Hoe CAIO en haven, er is tenslotte ook een prijs voor de haven, hè? Ja, de Rotterdamse haven. Maar ik ben natuurlijk wel een van de hele vele medewerkers hier van dit evenement. Ja, dat begrijp ik. Maar waarom ben je op deze klus gezet? Hebben ze tegen jou gezegd van joh, ga jij die dames even bijpraten? Ja, omdat ik graag over paarden praat. Oké. Okay. Dat vind ik heel erg leuk. Ja. Daarom hebben ze dat gevraagd. Ja, mij. Anders dan wat mensen zeggen, het zijn edele dieren. Hè? Is een ander kritiekpunt, zou je kunnen zeggen. Dus ik, je laat die paarden maar kunstjes doen. Wat oh ja, dan? Dat heb ik net ook uitgelegd inderdaad aan de andere dame. Dat op dit niveau vinden ze het echt geen probleem. Die paarden die vinden dat prima. Ja. Want als ze dat namelijk niet zouden doen, dan zouden ze nooit op dit niveau mee kunnen doen. Dus deze paarden zijn zo getalenteerd. Ja. Dat ze hebben er zin in. Ze vinden het geen probleem. Ze vinden het prima. Ze doen graag mee. Ze werken graag voor de ruiter. Zij willen graag ook een leider hebben. Ja. Paarden die zijn vluchtdieren. Ja. Paarden willen graag een leider. Ja. En die vinden het helemaal niet erg als zij geleid worden. En te werken. Te werken voor ons. Voor de mensen. Ja. Maar nou kan het zijn dat je een baas hebt waarvan je zegt van daar wil ik helemaal niet voor werken. Die nee, nou dan, gaan ze, mij dan niet. Gaan ze in verzet. En dan kunnen ze nooit op dit niveau meedoen. Nooit. Nee. Dus die zijn hier niet. Nee. En die heb je wel, maar in ieder geval niet met dit evenement mee. Nee. Nou, dus met andere woorden, hier zien we. Die zien we hier nu. Hier zien we paarden die het heel erg naar hun zin hebben. En het is Lotje Schoots. Ja. Lotje Schoots is ook een enorm Nederlands dressuurtalent. Ja. Heeft ook heel goed gepresteerd al op internationale wedstrijden. En waar zie je dat nou aan af? Als je
deze meneer zo ziet. Mevrouw. Mevrouw. Neem me niet kwalijk. Doetje schoon. Och, ja, natuurlijk. Sorry. Is dat erg? Vertel. Ja, zij kan op een hele getalenteerde wijze, kan zij dus op hele, met minimale aanwijzingen, kan zij het paard laten doen wat ze wil. Dus deze hoge oefeningen laten doen. En dat, ja, dat doet ze heel goed. Ja, en wij als leken is dat moeilijk te zien, maar de jury die ziet dat heel goed, die hebben daarvoor geleerd. Ja. Dus die zien exact hoe zij het doet, wat zij goed doet, wat zij fout doet. En zij rijdt gewoon heel erg netjes, keurig, altijd heel, heel fijn voor het paard, heel aangenaam voor het paard rijdt ze. Dus die hebben het met z'n tweeën dus naar hun zin. Ja, dus die hebben dat is een hele mooie combinatie. En zij kan op een hele aangename wijze, fijne manier, kan zij het paard laten doen wat ze wil. Om deze oefeningen dus te doen. Kort en goed, wij gaan ervan genieten.